Hey, hallo. Hey, jullie gaan vandaag leren hoe je een breuk kunt schrijven en benoemen. Maar je leert ook nog uitrekenen hoeveel een deel van een geheel kost. Dus we gaan aan de slag met breuken. Nou, als we kijken bij A, dan zien we hier een chocoladereep. En dan mag je wel even tellen hoeveel blokjes die chocoladereep heeft. Inderdaad, dat zijn 16 blokjes. En dan is de vraag: Kees heeft een chocoladereep bij zich. Hij verdeelt de reep in vieren. Hoeveel stukjes krijgt ieder kind? Dus de vraag is: hoeveel blokjes ieder kind dan krijgt? Ik ga het even proberen met deze pennen te laten zien. In vieren, dan kan hij dus hier door de helft. En. Hij kan hier door de helft. Nu verdeel ik hem eerlijk in vieren. Nu heeft ieder stuk 1, 2, 3, 4 blokjes. Dus ieder kind krijgt 1/4 deel. En dat zijn 4 stukjes chocolade. Nu denk je misschien, ik had een hele andere manier bedacht om in vieren te verdelen. Dat kan. Ik zal er even nog een laten zien. Wat ook kan, en wat ook net zo eerlijk is, is bijvoorbeeld deze. Hier, hier. Dit is ook eerlijk verdelen in vieren. Ieder kind krijgt 1/4 en je ziet dat het weer zo is. 1/4 bestaat hier ook uit 4 blokjes. Dus de vraag is, hoeveel stukjes krijgt ieder kind? Dat zijn dus 4 stukjes chocola van de 16. Dan gaan we naar B kijken. We zien hier een pizza. En die pizza helemaal kost 12 euro. Sven, Jesse en Wout bestellen een pizza. Welk deel van de pizza krijgt ieder kind? Wat betaalt ieder kind? Oké. Sven, Jesse en Wout. Dat zijn 3 kinderen. Dus ik moet de pizza verdelen in drieën. Ik ga het even proberen te doen. Probeer het netjes te doen. Zo, 3 stukken. Ieder stuk noem je 1/3 deel. Een derde, een derde, een derde is samen 3/3 en dat is weer een hele pizza. Dus welk deel van de pizza krijgt ieder kind? 1/3. Wat betaalt ieder kind? Oké. Ik heb 12 euro kost die. In totaal. Maar die 12 euro, die moet ik verdelen over 3 stukken. Want ik heb 3 stukken, want ik heb 3 kinderen. Dus de som is 12 gedeeld door 3 is. Die kunnen we ondertussen wel, want we weten 4 keer 3 is 12. Dus 12 gedeeld door 3 is 4. Dus wat betaalt ieder kind? Ieder kind betaalt 4 euro. Even controleren. 4 plus 4 is 8, plus 4 is 12. Ja, dat klopt. Kijken we even naar C. Kees wil graag meedelen en meebetalen. Welk deel krijgt ieder kind nu? En wat moet Kees betalen? Oké, net hadden we 3 kinderen. Kees komt erbij. Dus dat zijn nu 4 kinderen. Dus ik moet hem nu in vieren delen. Ik verdeel mijn pizza even in vieren. Krijg ik ietsjes minder per persoon. Je kan hem gewoon eerlijk verdelen. Hoe noem je nu één zo'n stuk? Juist. 1/4. Dit is ook 1/4. Dit is ook 1/4. En dit is ook 1/4. Dus welk deel krijgt ieder kind nu? 1/4. En wat moet Kees betalen? Is het nu dezelfde prijs als net? Of is het nu een andere prijs als net? Het is inderdaad een andere prijs dan net. Want ik moet hem nu verdelen over 4. De som wordt nu. Ik heb nog steeds, de pizza kost nog steeds 12 euro, dat is niet veranderd. 12 gedeeld door 4 stukken. 12 gedeeld door 4, die kunnen we wel. We weten 3 keer 4 is 12. Dus mijn antwoord is 3. Dus.
Wat moet Kees betalen? 3 euro. En bij D. De jongens kopen een ontbijtkoek van 2,40 euro. Welk deel krijgt ieder kind? Hoeveel betalen ze per persoon? Als ik een ontbijtkoek verdeel in 4 stukken. Ik vind het altijd handig om eerst de helft te doen. En dan die helft weer door de helft. Oeh, is wel heel slordig, sorry. Nu heb ik 4 stukken. 1 zo'n stuk noem je 1/4 deel. Hoeveel betalen ze per persoon? Je ziet dat deze iets lastiger is, want 2,40 euro vind ik lastiger te delen dan 12 euro. Okay, ga ik eerst eventjes 2 euro, ga ik hem even loskoppelen in 2 euro en 40 cent. Ga ik eerst even 2 euro verdelen door 4 kinderen. Als ik 2 euro verdeel over 4 kinderen, dan weet ik dat is 50 cent per kind. Dan heb ik nog 40 cent over. Als ik die verdeel over 4 kinderen, dan weet ik, dan krijgt ieder kind 10 cent. Nou, en als ik dat bij elkaar optel, dan weet ik dat het 60 cent per stukje is. Nou, nu heb ik deze twee doelen even uitgelegd. Dat mag je gaan proberen in opdracht 3. Dus bij A, B, C en D ga je de chocoladeblokjes verdelen. En bij E ga je de pizza's verdelen. En iedere keer moet je uitrekenen hoeveel 1 stukje kost. Dus als de hele pizza 16 euro is, hoeveel is dan 1 stukje? En dan ga je het zo opschrijven. 1/8 deel kost 16 gedeeld door 8 is en dan de euro's. Je moet wel echt even die som opschrijven, welke som je maakt. Hier maak je dus 16 gedeeld door 8. Die som moet je echt even opschrijven in je schrift. Dan wens ik je er veel succes mee.